In deze aflevering van de Indigo Disc DLC gaan we terug naar Area Zero. En we gaan veel dieper dan waar we tot nu toe zijn geweest. En komen deze Pokémon Terrapagos tegen. Veel plezier bij deze nieuwe aflevering. En doe even een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Daar staan Carmine, Kieran en Miss Briar om terug te gaan naar de grote krater. Zijn jullie er klaar voor? We gaan weer naar Area Zero. Let's go. Ja, er is een nieuw geheimpie daar, jongens. Let's go, Briar. Kom je mee, Kieran? Gaat nog steeds niet helemaal lekker met hem zo te zien. Oh, ja, wel. Hij zegt dat het goed gaat. Oké, cool. Let's go. Kieran zegt, ik ben weer rustig. Het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen. Ik ga deze legendary Pokémon vinden in Area Zero. Maakt niet uit wat het kost. Ja, maar bro. Ik wil die vangen, hè. Ik ga niet jou ervoor door laten gaan met die legendary Pokémon. Krijgen we straks weer hetzelfde gedoe als met Ogerpon. Woe! Daar zijn we weer, jongens. Dikke, grote, vette hype. Oh, Briar, die ziet al iets daar. Daar beneden is daar die legendarische Pokémon. Briar zegt, we zijn er. We zijn er eindelijk. Area Zero. Van deze plek droomde ik al jaren. Karma zegt, wow, dit is geweldig. En ook Kieran is onder de indruk. En Karma moet er een beetje om lachen. Kieran vraagt, dus jij bent hier al eerder geweest, Rikachu? Ik zeg, ja, man. Met mijn matties. Wow, wow, wow. Wat gebeurt er? Wow, daar is mijn mattie. Daar is Corridon. What up? En Karma is nog steeds bang voor Corridon. Rustig, joh. Hij doet geen niemand kwaad. Briar zegt, ah, jij was deze Pokémon die hier schuil ging in Area Zero. Ja, dat was zijn broer volgens mij. Maar we moeten nu nog dieper dan de allerdiepste dieptes. Dieper dan waar we tot nu toe geweest zijn. Er moet nog een heel onbekend gebied zijn onder Area Zero. What? Ik ga gewoon hier naar beneden springen gelijk, hè. Woo. We gaan dieper dan de diepste dieptes. Oké, laat je maar vallen. Ik kan nog steeds niet vliegen trouwens. Volgens mij, dat moet wel kunnen. Je moet kunnen vliegen, maar ik heb het nog niet ontgrendeld, denk ik. Wee! Wow, wow, wow. Oké, we zijn er weer, hoor. We zijn er weer. Maar waar moeten we dan nu naartoe? Dieper dan de allerdiepste dieptes. Nou, dit was de allerdiepste diepte. We moeten dus eerst weer naar het laboratorium. Ah, het is wel vet om hier weer terug te zijn, hoor. Dit was wel echt een tof stukje. Kijk, hoor. Het laboratorium was volgens mij daar ergens. Zo, dan zijn we nu even met drie anderen hier, joh. Carmen zegt, wow, joh, deze plek is echt geweldig. Het doet me denken aan de kristallen pool. Dit is het diepste punt van Area Zero. Ja, ongeveer. Nou ja, ongeveer. Oké, laten we naar binnen gaan. Kieran zegt, ja, de poort zit dicht. Ja, hoe kan dat nou? Kan ik die poort niet gewoon even lekker openmaken? Kieran, die vindt het helemaal cool. Kijk, hij begint een beetje weer zichzelf te worden. Kijk, oh, volgens mij verbaast hij zichzelf ook. Ja, zie je? Oh. Briar, zou ik het deurtje even open doen? Daar gaan we. 1, 2, 3, klik. Oh, oh. Wat? Ik mag niet naar binnen. Hoezo niet? Hij ziet de Indigo Disc. We moeten de Indigo Disc erin doen. Oh, dan hebben we meer privileges. Oké, doe maar. Let's go. Indigo Disc, what could it mean by that? Nou, hebben we die niet gewoon? Die hebben we toch bij ons? Die had ik van Gita gekregen. Let's go. Ah, kijk, daar zit nog een vakje. Daar moeten we... Oh, dat is gewoon een disc drive, joh. Voor cd's. Hoppakee. Ja, 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 ja. De machine die gaat aan. De computer gaat aan. Zero Lab Elevator. Oeh. Ja, Area Zero, de underdepths of de allerdiepste dieptes. Ik ben zo benieuwd welke Pokémon daar dan weer allemaal zijn, hoor. Let's go. Oké, dus we moeten hier dan de lift pakken. En die lift kan dan nu ook naar een ander gebied. Oh, wat gebeurt er? Wat deed je, Carmine? Ze zegt, het is te donkie hier. Ik heb mijn kop gestoten. Rustig. Briar staat even wat documentjes te kijken. Zijn dit iemands foto's en dat soort dingen? Nou, dan moeten we daar niet naar gaan kijken. We moeten gewoon uit die bed. Kom, we gaan naar beneden. Ik ben veel te benieuwd. We pakken de lift. Let's go. Briar zegt, naar beneden? Wat? Ja, ja. Dat wil je toch de hele tijd? Ik vraag me af of Briar echt van niks weet. Of ze hier echt voor het eerst komt en zo. Ik geloof het niet helemaal op een of andere manier. En daar gaan we. Kieran, ben je al een beetje hyped? Carmine zegt zo, die lift gaat wel echt snel. Het lijkt net alsof ik gewoon aan het zweven ben. Oh, Kieran die wil even wat zeggen. Die zegt, hoi iedereen. Dat paneel wat we gebruikten om het hek te ontgrendelen. Om de poort te ontgrendelen. Zei die niet waar deze lift naartoe ging? Carmine zegt, ja, dat de lift werd geredirect. Maar Briar zegt, ja, voor zover ik weet is er alleen maar één lift in de Zero Lab. Dus het paneel moet wel refereren aan deze lift. De Carmine die vraagt zich af, ja, maar waar gaan we dan precies naartoe? Briar die speelt als sneeuwpop, sneeuwman, kerstman. Die zegt, ho, 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 ja, waar. Maar waar zijn we dan nu aangekomen? Briar zegt, oh my goodness. Oké, ja, hier is wel veel van dat spul, ja. Carmen zegt, zijn we nu onder Area Zero? Ja, dat moet wel, toch? Kieran zegt, hey, wat is dit allemaal voor spul? Oh, hier zijn al meer onderzoekers geweest. Ja, Carmen die zegt, wat doen die bureaus hier?
Briani wordt helemaal enthousiast. Die zegt, oh, dit is een report gemaakt door professor Sada. Er is een supergrote grot onder Area Zero. En daar waakt Terra Pagos. De geheime schat van de Area Zero. Zijn lichaam is kristal geworden. Daarmee beschermt hij zichzelf. En dit is een nieuwe Terra-type hier, de Stellar-type. What? Een Stellar-Terra-type. Betekent dat we misschien een nieuwe soort Pokémon gaan krijgen? Een nieuw type? Kieran zegt, kom, laten we gewoon doorgaan. En ik ben het echt volledig met Kieran eens. Let's go. Ga je mee, Briar? Waar is die Pokémon, joh? En zijn hier ook nog andere Pokémon in deze grot? Tot nu toe zie ik helemaal geen andere Pokémon. Zouden we hier gewoon naar beneden kunnen springen? Oh, wacht even. Dit is echt een megakristal. En die blokkeert ons pad. Karma zegt, hey, what about Wachamadon? Die Pokémon waar jij op rijdt. Kan die er niet doorheen? Ja, misschien dat Coridon ons wel kan helpen, inderdaad. Briar zegt, nee, wacht. Dit is pure terrestrial energy. We weten niet wat er gebeurt als we deze kapot maken. En Kira vraagt, wat gaan we dan doen? Zegt Briar. Waar kom jij opeens vandaan, Glimmora? Briar zegt, wat? Ze zijn hier gewoon Pokémon, hier helemaal beneden. Maar ze hebben wel een vreemde energie. Ik moet even gaan afrekenen met die Pokémon van Carmine. Wow, what up, Glimmora? Let's battle! Ik heb nog steeds het team waarmee ik Kieran heb verslagen. Dat is gewoon een vet teampie. Maar in wat voor vorm terrestrialize deze Pokémon? Kijk dan. Zie je, dit heb ik nog niet eerder gezien. Wat is dit? Terrestrialize die soort van in alle types in één? Briar zegt, what on earth is die energie? Hoe dan? Nou, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ik ga eens even kijken hoe sterk die Glimmora is, hoor. Die gaat voor Power Jam. Dat is in ieder geval niet super effective. Dus dat is goed. Dus zelfs not very effective. Meteor Mash, let's go. Oké, daar gaat de Terra-type. Ik wil eigenlijk deze Glimmora nu vangen, hè. Oh, maar ik mag die helemaal niet vangen. Wat stom. Ik moet Glimmora verslaan. Hey, rustig. Ik ben wel blij dat die geen super effective moves hebben. Want volgens mij is deze Glimmora echt kapot sterk. Oké, we hebben Glimmora verslagen. En nu dan? Wat gaat er nu gebeuren dan? Oké, die kristal gaat weg. Oké. Er zijn Pokémon die soort van geconnect zijn met die kristallen en die moeten we dan verslaan. Maar het was dus een Pokémon die inderdaad gewoon alle types heeft. De Stellar Terra type. Was dat die Hidden Treasure, zegt Carmine? Nou, ik denk het niet. De Hidden Treasure, dat is een Pokémon die we zoeken. Laten we verder gaan. Oké, we gaan door deze grot hierheen. Deze kant op. Oeh, ik hoorde wel een geluidje. Zie je daar een Pokéball liggen? Hey, Carbink. Die Pokémon achtervolgt mij echt sinds, sinds de video van Link Tiger. Ik vergeet nooit meer dat dit een Carbink is, jongens. Ik zie ook gewoon wat spulletjes. Daar ligt nog een TM. Die ga ik even proberen te packen. Let's go! Oké, mooie jump, Coridon. Het is Hydro Pump. Oké, die ga ik niet aan mijn Pokémon leren. Die mist bij mij toch alleen maar. Hier ligt nog wat. Hier ligt ook nog wat. Die wil ik ook hebben. Tuurlijk wil ik die hebben. Oeh, kijk, daarboven moeten we denk ik naartoe. Ja, sowieso moeten we naar die Flygon. Oh, het is geen Flygon. Het is een Noivern. Yo! Mag ik jou verslaan, zodat de volgende kristal weggaat, Noivern? Ja, zie je? Die heeft ook weer die gekke Terrestrialize powers. Pak hem back, Skeletor! Oké, top. Dit gaat de goede kant op. Oh, hij gaat slapen. Of nou ja, dit is niet slapen. Hij gaat healen. Maar ja, we gaan hem toch al verslaan. Hoppakee. Baxcalibur is ook level 93. Kijk, daar gaat het kristal weer. 1, 2, 3. Pew! Ik ben wel echt benieuwd of hier nog wat is, joh. In deze grot. Ik zie allemaal van die randjes waar ik dan op wil. Kijk, zie je? Daar ligt gewoon nog wat, hè. Er ligt gewoon een TM hier in de hoek helemaal verstopt. Is dit dan een goeie? Leafstorm. Die is wel nice. Oké, ik ben er weer door, jongens. We gaan weer door. Oké, ik denk dus dat we dit gewoon een paar keer moeten gaan herhalen dan. Hier is een grot naar links. Zou die dan hier ergens zitten? Ja, sowieso die daar aan het einde. Eerst nog even deze Pokéball pakken. Kijk, Max Revives. Die heb ik sowieso wel even nodig, denk ik. Wat hebben we hier? Oh, het is Sandy Shocks. Ook wel echt een hele maffe Pokémon. Let's go, Chandler. Deze is voor jou. Flamethrower. Ik dacht dat het super effective zou zijn, maar dat is niet zo. Ik dacht dat hij een Steel-type zou zijn, maar blijkbaar niet. Hoppakee, deze. Oké, zijn stance is weer gebroken. Gebroken stance. Dat is geen correct Nederlands en geen correct Engels. Maar dat maakt niet uit. Sandy Shocks is ook down. En dat was weer de Pokémon die we zoeken. Ja. Tot nu toe is de weg naar die Pokémon, die Terrapagos Pokémon, niet heel spannend, vind ik. Ik dacht, we gaan echt epische dingen krijgen hier in de Area Zero. Maar ja, valt er nu toe wel mee. Briar zegt, sorry dat jij al het werk moet doen. Maar we waarderen het echt, hoor. Nou, dankjewel, hoor. De terrestrial energy wordt steeds sterker. Hoe verder we naar beneden gaan. Nou, dat is je geraden ook. Ik wil dit niet allemaal over niks doen. Let's go, Coridon! Allemaal pokeballetjes hier. Super goede items, joh. Oh, daarboven ook nog. Ik zie hier om de hoek trouwens ook een gat. Wil ik ook nog even naartoe. Wat is hier? Wow, wat is dit? Oh, ligt hier misschien wat? Kan het niet goed zien? Ik zie hier niks. Hier moet ook wat zijn. Hier bovenop. Ja, hier is een TM. Stone Edge. Ja, echt al die ultieme TM's die zijn allemaal hier te vinden in deze grot. Dat is wel nice. We zouden natuurlijk
heel het trappetje af kunnen lopen. Moeten we misschien ook maar doen, want hier liggen dus echt wel goede items allemaal. Max revives keer 2. Max potions. Oh my god, wat gaan we krijgen? Briar en Kieran staan daar en Karma staat aan de andere kant. Zit water? Ja, dit is water. Oké, ik ga daar kijken, ja. Wow, wat is dit? Wow, dit is wel een vette plek. Heel cool. Kijk die boom daar staan. Wat is dat voor speciale boom, joh? Oké, dit is wel een coole plek. Let's go! Wat is hier voor Pokémon dan? Oh, het is een Garganeckle. De Minecraft Pokémon staat de boom te bewaken hier. Oké, hier gaat wel iets bijzonders gebeuren. What? Kom dan. Zou deze boom dan die energie verspreiden? Let's go, Aurasphere. Lekker, man. Lekker. We zijn te sterk voor al deze Pokémon. En nog een keer. Bam. Bye bye, Tree Keeper. En het volgende kristal is verdwenen. Nou, zou dit dan de laatste zijn? Zo, Karma die wordt boos op Kieran. Karma zegt, dan ga jij even Rikachu roepen. En Kieran zegt, nou, ik weet niet zeker of hij dat wel wil. Misschien moet jij roepen. Oké, daar is die. Nou, leuk dat je me roept, vriend. Nou, het zijn wel mooie grotjes dit. Oké, we gaan door, hé. Karma zegt tegen Kieran, is er iets wat jij tegen Rikachu wil zeggen? En Kieran zegt, nou, nee. Nee, niet echt, nee. Maar we vertrouwen een beetje te veel op Rikachu allemaal. Maar we moeten door. Hij schaamt zich. Hè? Hij wil ook helpen. Dat is zijn probleem. Hij wil gewoon zelf ook helpen. Carmine die zegt... Hey, we hebben net gevochten tegen wilde Pokémon en mijn team is nu down. Ik heb alleen Sinnetia nog. Dus als er iets gebeurt, moet je mij redden. Is goed, Carmine. Ik kan je ook gewoon potions en revives geven en zo. Ik bedoel... Misschien is dat de betere optie. Wow, wat is dit? Waar zijn we nu? Wow, met Terra Orb. Hij reageert op iets. Ja, die van Carmine ook. Briar zegt, ja, hier is echt superveel terrestrial energy. En dat komt vandaar. Carmine zegt, zijn we eindelijk bij de finish? De hidden treasure is daar ook. Kieran die rent er gelijk naartoe. En Briar die wil er ook naartoe. Zegt de waarheid achter het Scarlet boek is zo dichtbij nu. Carmine zegt, yo, waarom rennen ze de hele tijd zo er naartoe? Ze moeten eens een keer rustig aan doen. Maar oh, yo, kijk deze kristallen spiegelgrot, joh. What up, Kieran en Briar? Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, dit is wel echt een mega kristal, inderdaad. Jemig. Kieran is een beetje om zich heen aan het kijken. Zo van, wat gebeurt hier allemaal? Waar komt die energie vandaan? Ik snap het niet, ik snap het niet. Wat is dit voor plek? Zo, als je naar die grot daarachter kijkt, dan lijkt dat lichtblauwe puntje... Lijkt een oog en daar rechts ook een oog en een mond. Karma zegt, joh, maar de vibes hier zijn zo anders. Kieran zegt, waar is de hidden treasure? Briar zegt, daar, verderop, tussen die pilaren. Oké, daar, tussen die pilaren. Oh, is het gewoon een amulet? Is deze steen de hidden treasure, zegt Kieran. Geef hem een momentje, zegt Briar. Oh, hij gaat het pakken. Hij gaat het pakken. Als ik hem kan pakken, zegt Kieran. Dan kan ik Rikachu eindelijk verslaan. Ah! Oh, een soort van King Arthur vibes. Terwijl het niet lukt om die steen er vanaf te halen. Rikachu heeft alles wat ik ooit wilde. Hij heeft sterke Pokémon. Hij kan overal naartoe. En hij kan met iedereen vrienden zijn. Ik hou van Okapon, zoals altijd. Maar Okapon heeft hem verkozen boven mij. En Carmen zegt, maar Kiki, jij bent ook de beste. Ah, Kieran zegt zelfs, jezus. In het begin deed je stom tegen hem en dan boom, toen waren jullie opeens beste vrienden. Ik heb helemaal niks. Ik heb zo hard gewerkt en voor wat ik heb nog steeds verloren op het einde. Dit is alles wat ik nu nog over heb. Briar is al lekker rustig te lezen. Die zegt, ja, de kristal is inderdaad wat we zochten. Trek maar, Kieran, met alles wat je hebt. Laat ons het geheim zien van Area Zero. Nou, zou het hem lukken? Zou het hem niet lukken? Hij wil het wel heel graag. Oh, ja. Oh, het is gelukt. Oh, kijk hem rennen, kijk hem rennen. Hij denkt, van mij, dit is van mij. Briar zegt, er is geen twijfel. Dit moet Telapagos zijn. Ja hoor. Wajoo. Is dit inderdaad die Pokémon? Zit hij gewoon in een kristal? Ja, daar komt hij, hè. Wow. Vet cool. Oh, deze Pokémon is wel leuk, man. Super cute. Super schattig. Ja, wat denk je ervan, Kieran? Oh, nee. Oh, nee. Nou ziet hij mij als eerst. En nou denkt hij dat ik zijn baasje ben. Oh, my god. Hij gooit gewoon een masterbal, Kieran. Hij gooit gewoon een masterbal. Hij zegt, nee, deze Pokémon die is van mij. En een masterbal vangt altijd iedere Pokémon. Het is wel een beetje egoïstisch wat je nu doet, Kieran. Carmine zegt, dat was Telapagos. En je hebt hem gevangen. En Kieran zegt, eindelijk, eindelijk. Briar is trots op Kieran. En ze zegt, ja, dat je de masterbal had meegenomen hier naartoe. En dat zegt mij dat je goed voorbereid was. Nu kan ik Telapagos altijd bestuderen. Maar kan je een demonstratie geven van zijn kracht? Oh my god, moet ik nou gaan battelen tegen Telapagos? Nou, Kieran, ik heb geen idee wie ik daarvoor mee moet nemen. Maar we gaan het wel zien. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Ik weet niet of ik nou tegen Telapagos alleen moet battelen of tegen jouw hele team. Daar staat hij. Kieran de Piran. Ik hoop dat je jezelf schrap hebt gezet. Want nu ga ik je echt verslaan, Rikachu. Met zijn masterball.
met je gloednieuwe Pokémon, Terrapagos. Ja, hij ziet er niet zo sterk uit. Het lijkt gewoon een klein schildpadje. Maar ja, niks is minder waar, denk ik. Go, Terrapagos! Laat Rickertje zien wat je in je hebt. Hij heeft de ability Terra Shift. Gaat hij daarmee steeds van Terra-type wisselen of zo? Wow, nu ziet hij er echt heel anders uit. Ik heb geen idee welk type dit is. Ik ga maar voor Ice Punch, denk ik. Ik heb me niet voorbereid. Ik kan hem niet raken? Oh, ik kan hem wel raken. Oké, die was not very effective. Auw, Earth Power. Yo, maar dit gaat sowieso fout, man. Dan moet ik voor Aura Sphere gaan, denk ik. Let's go. Is dat wel super effective? Dat is wel super effective. Oké, is het een Ground-type Pokémon? Wow, dat was zijn weakness, zeg ik hier. Ja, man. Oh, hij beledigt zijn eigen Pokémon. Hij zegt gewoon, maar ik dacht dat dit de geheime schat was van Area Zero. Ga je nou gewoon die Pokémon die je net met een Master hebt gevangen nu al beledigen? Metagross, het is aan jou. Dat is natuurlijk weer niet handig met Earth Power. Ik doe het gewoon nog een keer. Hammer Arm! Briar zegt Terrapagos' kracht zou veel beter moeten zijn dan dit. Wat is dit? Nou, ik weet niet. Hij heeft al 2 van mijn Pokémon gesloopt. Maar ja, dat is. Ik zit ook zelf niet heel erg handig te spelen. Misschien Ogerpon. Let's go. Ogerpon. Gebruik Low Kick. Hij gaat voor Zen Edbert, maar hij mist. Haha, daar hou ik van. Nog een keer Low Kick. We hebben hem bijna. Hoe kan je crit-quits hebben? Zelfs nu nog wat. Ben jij soms de held van dit verhaal? Nu gaat Terrapagos wel voor zijn headbutt. Helemaal prim. Bam. Low kick. Terrapagos down. Maar ik geloof het niet. Dit was het niet. Dit was het niet. Hij zal wel nog een vorm hebben. Oh, Kimmer zegt, waarom? Ik dacht als ik Terrapagos had, als ik dat geheime schat had van de Area Zero, dan zou ik sterker worden. Ik dacht dat ik Rickertje zou verslaan. Dat is echt naïef van jou, Kieran. Ik bedoel, je bent kampioen geworden van de Elite Four. Waarom ga je hier zo naïef in? Karma zegt, Kiki, nu is het genoeg. Nu stoppen we hiermee met deze onzin. En Briar zegt, nee, er klopt iets niet. De terrestrial energy van hem is veel te laag. En hij ziet er ook anders uit dan in de Scarlet Book. Kieran denkt dat Terrapagos helemaal niet het geheim is van de Area Zero. Briar zegt, jawel, ik weet zeker. We missen iets. Kijk. Hij leeft nog. Terrapagos is gemaakt voor terrestrial energy. Je moet hem terrestrializen. Dat is het ding. En dan laat hij zijn ware kracht zien. Oké, Kieran. Wow, daar gaat hij. Hij wordt geterrestrialized naar alle types, denk ik. Oh my god. Oké, ja, dit ziet er heftig uit. Briar zegt, ik wist het. De Scarlet Book had gelijk. Terrapagos is helemaal ontwaakt nu. Dit is het geheime schat van Area Zero. Ja hoor. Ja hoor, daar is hij eindelijk. Die ziet er inderdaad heel anders uit nu. Wow, oh, wat gebeurt er? Heeft hij zijn Pokémon kapot gemaakt? Oh, Coridon springt er even tussen. Coridon redt gewoon Kieran blijkbaar van iets. Wat gebeurt hier allemaal? Dingen lopen uit de hand, Kiki. What? Roep hem terug, roep Terrapagos terug. Het gaat fout, zegt hij. Oh, maar het lukt niet meer. Het lukt... Nee. Oh my god, de Master Ball is kapot. De Master Ball? Hoe dan? Hij ging niet meer erin. Waarom? Wow, yo. Nou, hierom. Kijk hoe groot hij is opeens. Holy moly. Moet ik hier nu mee gaan battelen? Ja, lekker dan. Oh, we gaan duo battelen. Sinistra en Excalibur. Wow, yo. Briar zegt, we moeten hem onder controle brengen. Anders gaat het helemaal fout. Sorry, kinderen. Jullie moeten Terrapagos stoppen. Ah, Kiki, je moet iets doen. We moeten Terrapagos onder controle krijgen. Kiki denkt, nee, dit is allemaal mijn fout. Het moest niet gebeuren. Hey, ik weet echt niet hoe ik hem niet ga verslaan. Ik krijg een Zen Edbert op mijn hoofd. Ik had met Okerpon moeten beginnen, joh. Nu gaat mijn Okerpon ook kapot. Hoe moet ik dan winnen? Dat gaat niet meer goed komen dan, joh. Die Earth Power is super effective op al mijn Pokémon. Ik heb echt een ander team nodig. Ik heb alleen nog een Lucario over die ik moet terrestrializen, maar ja... Ik heb hier geen vertrouwen meer in. Aura Sphere. Oh my god. Oh, not very effective opeens? Ben je nu opeens een fighting type geworden of zo? Wat is dit voor onzin? Dag vriendjes en vriendinnetjes. Oké, jullie hebben net gezien. Deze battle is echt niet eerlijk. Dat ga ik ook niet eerlijk doen. Hier, level 100 Mew neem ik mee. Level 100 Mewtwo. Level 100 Skeledurge. Dat ga ik ook stoer doen, hè. Level 100 Klotsaier. Dexbun erbij. Oké, neem ik gewoon ook nog Poliwrath mee. Gewoon omdat het kan. Eerst kleine Terrapagos tegen mijn Mewtwo. Jij hebt een Legendary. En dan gebruik ik ook een Legendary baas. Volgens mij wordt hij dan strakjes een Psychic type of zo. Ik snap niet zo goed hoe dit werkt. Ik snap niet zo goed wat hij doet. Ik heb alleen op internet gelezen dat je nu in deze eerste ronde moet je even geen fighting type move gebruiken. Want dan countert hij dat straks in de volgende beurt. Dus weet je, laat ik dat dan ook maar gewoon niet doen.
Hotsflots. Lekker man. Mewtwo heeft ook gewoon 353 HP. Zo. Ah, lekker. Hij is bevroren. Dat betekent dat ik even lekker kan healen tussendoor. Dan is Mewtwo helemaal klaar voor de volgende battle. Uitbeam! En klaar. Dag! Deze gekke Terrapagos heeft dus 3 keer opnieuw een schild. En dat vind ik echt niet oké. Dit is gewoon vals spelen. Oftewel, ik ga ook gewoon vals spelen. Ik heb niet voor niks allemaal level 100 Pokémon. Deze heb ik dan gevangen. En andere level 100 Pokémon heb ik getraind. Het gaat kapot langzaam. Vind ik niet oké. Met zijn Terra Sterrenstorm. Oké, hoeveel pijn doet dat? Ja, dat doet toch redelijk pijn, hè? Maar gelukkig heeft hij een Machagotcha. Wat echt bijna niks doet. Oké, Terrapagos is geburnt. Kan ook gewoon steeds even Calm Mind doen. Dan maak ik mezelf even kapot sterk. Misschien gaat het dan wat sneller. Zo, kijk, druppeltje. Boost ik mijn aanval en mijn special defense. Gekke Terra Starstorm, jongen. Oké, nog een keer Calm Mind. Ga mezelf even flink boosten. Hopelijk gaat het dan allemaal wel sneller straks. Kijk, dus Terra Starstorm doet al bijna geen pijn meer bij mij. Nou, Sinistra is klaar. Dat was de enige Pokémon nog van haar. Dus de derde keer Calm Mind. Volgens mij kan ik dat 5 keer doen. Oh, nu gaat hij voor de fysieke aanvallen. Zen Headbutt. Dat doet sowieso niet zoveel. Dat is not very effective. Lekker focussen, Mewtwo. Lekker focussen. Het heeft zoveel moeite gekost om Mewtwo te vangen, hè. Tijdens die Mewtwo raids. Man, ik moest echt een Mew helemaal ziek trainen met 4 man. Allemaal Mews erbij. Dat was niet normaal. Oké, nog 1 keer Calm Mind. En dan ga ik even een Max Potion gooien. En dan gaan we knallen. Oké, daar gaan we, Mewtwo. Nu is het onze tijd. Aura Sfeer. Kijk, hoppa. Daar heb je niks op te zeggen, hè, vriend. Hoppa, zo doen we dat. Kijk, maar dit vind ik dus echt vet gemeen. Dan gaat hij dus gelijk nog een keer Terrestrial Energy absorben en gelijk weer een schildje gooien. Hier, daar is hij weer. Maar ik ben dus wel benieuwd of dan nu zijn type is veranderd. Ja, zijn type is veranderd. Is hij dan nu Psychic type geworden? Of is hij nou toch Fighting type geworden? Karma zegt dat Kiki toch echt even moet gaan helpen. Maar hij zegt, nee, ik durf niet. Ik kan niet. Nee, meh. Even kijken wat Aura Sfeer nu dan doet. Doet dat nu nog steeds zoveel pijn op hem? Nee, kijk, dat is nu not very effective. Dus waarschijnlijk is hij nu dus een fighting type geworden. Oké. Maar dat betekent dus dat Psy Strike op nu super effective zou moeten zijn. Even kijken. Oh, nee, ook niet. Hè? Maar wat is nu dan wel super effective? Nu snap ik er geen hol meer van. Staat ook nergens nu wat voor type het nu is geworden. En nu sloopt hij mijn Mewtwo dus gewoon in 1 keer heel hard, hè? Ik begrijp deze battle echt niet. Het zal wel. Ik doe nu een ijsstraal. Wat doet dat? Dat doet iets meer. Maar die Terra Starstorm, die is mij nu wel aardig aan het slopen, moet ik zeggen, hoor. Kijk, oké. Ik was net dus een psychic type. Zijn aanval was super effective. Dus hij moet nu bug, ghost of dark zijn. Laten we het gaan checken met Shadow Ball. Oh, shit. Oh ja, Earth Power. Nee, oké. Ik heb niks aan deze Pokémon. Skeledurge gaat ook kapot. Doet dit pijn? Doet dit pijn? Ja, maar niet genoeg. Deze battle is toch niet eerlijk, man. Want wie verzint dit? Oké, Mew, let's go. Dan moet jij het maar doen. Leech Life? Ja, die is super effective. Dus hij is nu psychic geworden. Alsjeblieft, Mew. Kan je dit tegen? Kan je dit aan? Oké, dit kan je aan. Dan word ik nu gewoon een bug type. Ik ga gewoon als bug type. Bug type Mew te rationalizen. Let's go. Zo heb ik ook die Mewtwo battle gewonnen. Met 4 freaking bug typies. Dat was niet normaal. Dat was echt grappig. Normaal zou ik mijn Mew nooit een bug type maken. Maar hey, voor deze battle is het misschien ook gewoon handig. Leech Life. Eet hem op. Oké. Dat ging goed. Zodra we terrestrialized zijn en we hebben een goede counter, dan gaat het best wel oké. Maar welk type wordt hij nu dan? Je kan het ook gewoon niet zien, hè? Je moet maar gewoon gokken. Zou die nou dan bug zijn geworden? Misschien is dat het wel. Ik ben in ieder geval niet meer geterrestrialized. Oké, Carmine zegt, Kiki, help nou gewoon. Maar Kieran zegt, ik kan niemand helpen. Ik ben een loser. Kom op, Kieran. Laten we dit nou potverdorie gewoon lekker samen gaan doen. Zet jezelf eroverheen. Over je ego. Je kan het. Kijk, daar komt hij toch, hoor. Ah! Wat ziek idee. Hydreppel, dat bedoel ik, vriend. Dat bedoel ik. Je hebt gewoon een sikke Pokémon. Nou, daar is hij weer met zijn nieuwe schild. Is hij dan nu bug geworden? Gaan we dan nu eindelijk snappen hoe dit werkt? Dan hebben we nu dus eigenlijk vuur, flying of stone nodig. Stone, rock. Ik gebruik even psychic om gewoon eens te kijken wat er dan nu gebeurt. Daar gebeurt niet zoveel mee. Gaat hij weer, hoor, met zijn sandstormpie. Dan ga je zeker nu ook mijn Mew langzaam slopen. Hydreppel doet een siroopbom. Oh, dat is super effective. Is dat grass type? Want dan zitten we nog steeds goed met Leech Life natuurlijk. Kijken. Nee, oké. Nee, dat is het niet. Het is geen grass type move. Is het dan een dragon type move, die siroop?
Het zou kunnen. Siropenbom, dat is dus wel een grastype move. Ja, maar dan schiet dit allemaal niet zo op. De Terrestrialize en zo. Maar ja, mijn Mew is wel gewoon super sterk. Dus ik wil eigenlijk gewoon lekker doorgaan met mijn Mew. Maar als het dus een Grass-type move is, dan is die dus nu water, grond of steen blijkbaar. Oké, het maakt blijkbaar niet uit. Als ik gewoon mijn Mew Terrestrialize, dan sloop ik die Terrapagos. Oké, hij gaat even juichen. Je gaat voor mij juichen. Oh, dat is lief. Ik had liever gehad dat je gewoon had aangevallen eigenlijk. Maar maakt niet uit. Met Mew aan mijn zijde kunnen we deze battle fixen. Oh my god. Oh, nu is zijn move super effective op mij. Omdat ik nu dus een Berk-type ben. Nou ja, weet je, ik vind het helemaal dikke prima. Hier, ga maar even kapot, Terrapagos. Hoppakee. Nou moeten we nog één keer zijn schildje kapot maken, denk ik. Nou, ik had het toch wel fijn gevonden om te weten welk type die was, hoor. Oh, hij kan niet meer. Hij kan niet meer absorben. We kunnen hem nu kapot maken. Carmine zegt, je hebt toestemming om helemaal los te gaan. Zeker ga ik helemaal los. Met mijn Bug-type Leech Life met Mew. Let's go, Mewtje. Hij leeft nog net. Hij gaat nog één keer voor zijn Terra Sterrenstormen. En ik denk dat hij Drapple nu dus wel kapot gaat. Kiki, je hebt het goed gedaan, man. Je hebt me goed geholpen. GG. Oh, hij heeft ook gewoon nog een Dragonite klaarstaan. Oh, joh. Kieran, jij kan dit gewoon in je eentje fixen, joh. Dit doe jij. Hoppakee. Zo, en nou ben ik dus wel benieuwd wat er gaat gebeuren met die gekke Terrapagos. Die letterlijk elk type Terra-type kan worden. En volgens mij match je dat dan aan de aanvallen die ik zelf doe of zo. Weet ik veel. Kieran is echt in ieder geval. Misschien gaat hij nu in de Pokéball. Oh, nu kan ik een keuze maken om hem wel of niet te vangen. Ja, ik wil hem vangen. Sorry, Kieran. Ik wil hem vangen. Maar, oh, Kieran die zegt ook van... Ik weet dat je het kan, dat ik het vangen, maar... Dan moeten we alleen even beslissen in welke bal. Oh, ik vind het wel vet in een beastbal. Ik ga hem in een beastbal gooien. Hij heeft ook wel een beetje die kleurtjes. En het is ook wel een bijzonder beest. Ja, man. Ja, man. Dit is vet. Gooi die beastbal op, Terrapagos. Jij vervelende kleine schildpad, potverdorie. Daar gaan we. Hopelijk blijf je nou wel gewoon in je pokeball zitten. Daar is die. En we gaan kijken. Hey. Oh, oké. Okay. Gewoon gelijk naar één keer. Lekker, man. Carmine zegt, is het voorbij? Ja, zo te zien wel. Het muziekje is ook gestopt, dus ik denk het wel. Briar zegt, is iedereen oké? Okay? Ja hoor, zeker. Jij, ben jij ook oké, mevrouw Briartje? Ja, oké. Ja, zij schudt ook. Ja, zij knikt. Ja, het gaat goed met mij. Dankjewel. Door mijn obsessie zijn jullie allemaal in een hele gevaarlijke situatie gekomen. En ik heb er geen excuus voor. Sorry, iedereen. En Carmine zegt, ja, inderdaad. Je was helemaal gefixeerd op die terrestrialize shizzle. Je moet even een keertje normaal doen. Briar zegt, ja, je hebt gelijk. Ik heb het verpest, zeg Kieran. Ik keek zo erg tegen Rickertje op voor zo lange tijd. Ik wilde zoals hem zijn. Zo graag. Ik wist niet wat ik moest doen. Maar ik heb het gewoon niet in me om als Rickertje te zijn. En nu kan ik het loslaten. Ik zeg gewoon tegen Kieran, maar je bent zelf ook cool, man. Doe even normaal, joh. Maar oh, hij moet een beetje huilen. Ach. Niet huilen, vriend. Oh, hij moet heel hard huilen nu. Maar Karma, die moet ook een beetje snuffen. En die zegt, nou, nu laat je het eindelijk gaan. Oh, Karma moet ook janken. Iedereen moet janken. Maar Briar zegt, jullie waren geweldig. En op het eind heeft Rickertje hem zelf weten te vangen. En onze expeditie naar Area Zero is nu klaar. We moeten terug naar de Blueberry Academy. Terwijl iedereen loopt te janken. Laten we teruggaan. Lijkt me een goed idee. En daar zijn we weer met z'n allen. We zijn weer thuis, zegt Carmine. Briar wil even naar Gita. En daar staan we samen. Ik weet dat ik een hoop problemen heb veroorzaakt voor de Lee Club en voor iedereen. Ik wil sorry zeggen tegen iedereen. Ook tegen jou, Rickertje. Dus, sorry. En wat ik eigenlijk wil zeggen, dat is... Wat wil je zeggen? Ik wil het allemaal goed maken, zegt Kieran. Dus denk jij misschien dat we opnieuw kunnen beginnen en gewoon weer vrienden kunnen zijn? Natuurlijk, man. Ik was al lang opnieuw begonnen met jou. Alleen jij was nog niet opnieuw begonnen met mij. We zijn gewoon matties. En Carmine die zegt, hey, we laten jullie achter, hè, als je niet een beetje opschiet. Ja hoor, we komen daaraan, Carmine, potverdikkie. Hoef je niet zo het op te jagen. Hey, en dat was het einde van deze DLC. Maar er is nog genoeg te doen. Dus als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En sorry dat ik vals gespeeld heb. Daar had ik gewoon even zin in. Tot de volgende. Mazzel.